Bezoekers van de Almeloze binnenstad geven antwoord op vragen die allemaal met vakantie te maken hebben. Dat levert verrassende inzichten op. Bent u op vakantie, mevrouw? Nee, ik ben niet op vakantie. En ik ga dit jaar ook niet op vakantie. De laatste 3 jaar zijn wij niet op vakantie geweest. En heeft dat nog een speciale reden? Ja, wegens ziekte van mijn man mag niet meer auto rijden, ook niet meer fietsen. Dus we doen het op een andere manier. Ik ben hier niet op vakantie, maar ik ga wel op vakantie. Ik ga 's winters op vakantie. Ik heb mijn leeftijd. En dan ga ik lekker overwinteren in Portugal. Ga je nog of ben je al geweest? Ik ben al op vakantie geweest. Gaat u nog op vakantie? Nee, ik ben op vakantie al geweest. Naar Center Parks. We komen uit Gelderland, Heerde. Het ligt tussen Hattem, nee, tussen Zwolle en Apeldoorn. Ik ben niet op vakantie, nee. Wat betekent vakantie voor u? Vroeger wel, betekende het veel. Lekker rust, weg van je werk. Maar tegenwoordig is het, ik heb altijd vakantie. Veel mensen zeggen, heerlijk de vakantie, bepaalde dingen hoeven even niet. Bent u ook van iets bevrijd of verlost? Ik vind, als je bij vakantie gaat, laat je de boel los. In zekere zin wel. Je gaat weg, je hebt je portemonnee gevuld. Dat zijn allemaal leuke dingen. En je ontdekt weer nieuwe dingen. Je bevrijdt je een beetje. Ja. En je maakt je rijker. Tuurlijk, tuurlijk. Wij zijn zelf 2 à 43 jaar met de caravan weg geweest. En we hebben ons verrijkt. Nou, ik vind het heerlijk met mensen te werken. Ik doe vrijwilligerswerk. Ik werk bij de Wonnen en met zwakke ouderen. Mensen van de Schelvorst, die hulp nodig hebben, zeg maar. Een stukje gezelligheid, een praatje, met eenzame mensen. Welke dingen vind je dan zelf fijn om te doen als je op vakantie bent of als je vakantie hebt? Ik vind het fijn om een beetje te kunnen doen wat je wil. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Hoe is Almelo tot nu toe bevallen, voor zover u kunt bekijken? Nou, Almelo is een hele mooie stad. Groot winkelassortiment. Alhoewel ik hoorde dat er wel behoorlijk wat leegstand is. Maar het voor ons genoeg. Het ziet er hartstikke goed uit. Leuke eetgelegenheden, leuke terrassen. Dik tevreden. Wat beleeft u aan een vakantiereis met de caravan? Alles, alles. Van begin tot eind. In Enschede begon de vakantie. Van begin tot eind. We hebben genoten. Ik zou heel graag weer naar Engeland gaan, ja. Ja. En wat spreekt u zo in Engeland aan? De oude gebouwen en de geschiedenis. Verder de hele dag geen druk op de ketel. Niet poetsen, niet werken. Gewoon relaxen. Winkelen, zitten, lezen, geld uitgeven, eten, drinken, zwemmen. Allerlei leuke dingen. Nou, ik vind het heerlijk om alle dagen te fietsen in de natuur. Dat is voor mij vakantie. Ja. Ik zou heel graag weer naar Engeland gaan, ja. Ja. En wat spreekt u zo in Engeland aan? Kastelen bezoeken, kerken. Dan kan ik me helemaal weer teruggaan naar die tijd. Dus u zou zo weer terug willen naar Engeland? Ik zou zo weer terug willen naar Engeland, ja.